Toch bij aflevering van Team Survival met Matti. Colin, aan de What the bradas? eh? Say, man. Eh, zeg, echt fucking zeg, mooi, man. Gewoon goed luisteren. Ik zeg van, jij gaat boven staan op toren. Jij bent niet hier. Waar ben je? Ja, Wa ja ik was. hey doe fucking normaal, Matti. Ik ben toch onderweg. Ben je echt psychisch geworden of zo, man? Schiet op dan. Ja, Schiet op niet, dan. Jij gaat niet slaan, man. Serieus, Waarom eh, jij denkt, ik, ik ga slaan? Jij man. Je net ook slag, man. We, ah, we gaan naartoe. Ga, ik ga aan het werk. Oké, okay, ik ga mee, Almanty. <laughs> Doe maar. Hey, welkom bij Team Survival, dames en heren. Met Colin Aravindu... Mijn neefje. Hallo. En natuurlijk ook van Oude Mannen Doetjes Tijd. En van de vorige Team Survival heb je ook aan meegedaan. Wij gaan lekker samen Team Survivalen. Seizoen 2. gaat. Gekkerheid. Hoe is het mee? Ja, lekker. Het uh, gaat uh, er goed Ik vroeg op. toch gewoon ja. maar één vraag. Waarom ga jij antwoorden over meer vragen? Ik zeg gewoon, is goed of niet goed? En ik, jij zegt ja, is goed. En jij gaat zeggen van, ah jongens, gaat het goed? Want. Nee, niks van. Je mag die wand, mag je je kont stoppen. Prada is goed, man. Is goed. Serieus. Alles goed, man. Oké. Okay. Nou. Is dit uh, racistisch of niet? <laughs> nee, dat valt best wel <laughs> nee. mee. Oké, okay, oh, Oké, okay, dit, is, dit is het dingetje. Waarom? Ja. Mogen um, uh, Afro-Amerikaanse mensen elkaar wel nigger noemen? Maar, maar jij en ik niet. Um, ik en denk dat is nog hetzelfde. Een dat dit... spot is. Ja, maar. Ja, is dat zo? Want kijk, als een, als een, een, een Marokkaanse jongen. Even vanuitgaan dat we iets van Marokkaans nadelen van I don't Fucking no. Ik doe maar wat. Maar als, als die perfect Nederlands spreken. moet ik mij dan ja. ook beledigd voelen? Uh, nee. Waarom nou, zou je dat in godsnaam doen? Oké, okay, dus. En als we zo praten, toch, dit zo. Is dat toch ook. Dan moeten we dat toch zelf weten? Het is toch gewoon. Het is okay, toch nee, gewoon. Ja, het is ge exact hetzelfde. Het is hetzelfde als je Fries gaat praten. Weet je? Ho, 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 ho. Nee. Tot een bepaald punt. En niet verder. Nee. Okay, laat ik, ik spoel even terug. En ik zeg eventjes. Stel je, kijk, mijn. Nee, kun jij Fries hey, Kun jij Fries? Natuurlijk kan je Fries praten. Is... Friesland boppen. Dat is toch meer Groningsman, weet je? Nee, maar duurder kan je Friesland. Nee, 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 nee. nee, nee, nee. Groningen is heel anders, man. Oh, nou, dat zal wel. Hé, hey, maar wat gaan we doen vandaag? Want we hebben natuurlijk een hele aflevering te vullen. Uh, ik, heb, ik heb de toren al even kort laten zien die Timo gemaakt heeft vorige aflevering. Hij is mooi. Ja. Hij is groot. Shit. Hij is machtig. Hij staat vier recht omhoog. Oh, maar wacht even. Ik, zat, ik, had, ik heb een tv-zender. En dat heet Family 7. En dat is allemaal van dat. Ja, hoe noem je dat? Uh, van dat uh, religieuze gebrabbel is dat. Voor kinderen. Oh, en, doe eens een kwalijk. Doe eens een quote. Nee, dat is nee, een liedje. Dat ging over Jezus. En ik, ik ga het proberen te spelen. Uh, even kijken hoor. Ik, ik weet niet of dit gaat klinken. Ja, dit, trouwens, het komt, dat komt goed. Het, het ging zo. Hij is groot. Hij is machtig. Hij is krachtig en waarachtig. Het is. Jezus, de heer. Nou, ik ging helemaal <laughs> plat doen. Jezus Christus. Dit was leuk. Oh, god damn it, son. Ja, ik vind het mooi. Oh, dat ja, is zo grappig. Ik vind dat, we moeten trouwens wel even afsluiten met een liedje straks. Maar dat, dat komt Uiteraard. wel. Uiteraard. Je um, zegt het maar. Maar, Jezus, wat voor de fuck kijk jij voor de televisie dan? Ja, weet je, als ik niks te doen heb en toch maar een beetje aan mijn neus zit te vreten, dan ga ik een beetje zappen en toen, ja, toen kwam ik dus Family 7 tegen. Nou, ik heb nog nooit zo hard gelachen in mijn leven. Echt waar. Wat is dat leuk? Dames en heren, Colin u heeft geen respect voor andere religies, boe. Oh, zeker wel. Ik bedoel, moslims zijn hele goede mensen. Ze hebben goede standpunten. Extremisten, nooit. Nooit vertrouwen. Want extremisten, al ben je een fucking Boeddha-extremist. Ja, dat is een beetje gek trouwens. Als ze zo'n Boeddha. Lichaam binnen! Dat zou heel gek zijn. Ja, dus, nee, maar weet je, extremisten zijn nooit oké, okay. maar verder, moslims hebben goede standpunten, die willen ook wereldvrede Het lijkt me uh, best kistenen. lastig als je een, 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 een boeddhisme zelfmoordterrorist bent, want straks, <laughs> straks was jij net die ene steen, zeg maar, waarin je gereconeerd bent, van het gebouw. Ja, <laughs> van, oh shit, zie dat, op de derde, uh, derde uh, verdieping, dat is mijn moeder, oh... <laughs> Dan reïncarneer je, dan ben je net wat het gebouw afsprong, Dan denk je van alle pijlen af te zijn. Dan, ah, kut, val ik nog een keer. En dan weer terug. En, nou, dan, dan blijf je bezig, jongen. Ja. Fucking wel. Ik zou later wel willen uh, uh, reïncarneren in een fundament. Oké. Okay. Van, van een gebouw. En waarom? Omdat ja, dan ja, heel waarom? vaak, als, het, als een gebouw uh, afgebroken wordt, dan laten ze de palen en het fundament laten ze vaak staan. En daar bouwen ze dan een nieuw gebouw op. Maar andere woorden, je krijgt eens in de zoveel tientallen jaren, krijg je een nieuwe chickie die bovenop je gaat zitten. Auw, eh. Sam, zeemot die is echt wild. Die al, ja ik, ik weet toch, ik zeg ey, die, jou, ik zeg jou, je moet gewoon zeggen, je moet zeggen, stel voor je staat voor Porto, jij gaat ja. gewoon zeggen zo van, hey ouwe, ik wil het fundament. Oh, hij, zegt ey, man, ey, Oh nou weet ik het, daarom zijn het ook al fundamentalistische mossen, <laughs> <laughs> too much, nee grappig, oké, okay, uh, <laughs> anyway. Eh, uh, die te plekken. Hé, hey, we gaan nou echt ja. even wat doen, zonder, ja. uh, zonder hele mensen belachelijk te maken, want dat, zo, zo zijn we helemaal niet. Zal nee. de, deze video gaat trouwens sowieso op dislikes krijgen. We don't care, we love it. Wat gaan we Toch? doen vandaag? Uh, nou, jongen, vorige keer, vorig jaar was het inmiddels, ja. heb ik jullie een lelijk huis gestaald. Maar nu, het spijt me dat ik het zeg, nou, nou het spijt me helemaal niet want het is een compliment. Maar nu heb je goed je best gedaan, brada. Dit, ja. dit hoef je te restylen. Dit heb ziet er je, nog redelijk uit ook. Heb je binnen wel gekeken? Ja, uiteraard, jongen. En ik heb ook je, je gekke farm gezien. Je. Uh, hoe noem je die dingen? Die rode uh, eikels. Zeg maar. Ja, ja, ja. De Nether. De, de Netherwards. Net Net ja. Die heb ik yeah. ook gekeken. Yeah. En heb je ook de lava gezien hier? Wil ik het zien? Ik heb hier mijn oh, eigen ja. lava badje. In. Dat is super chill, man. Vet cool. Ja, vet cool. Nou goed, weet je. Minen, dat doe je al zo vaak. Dus dat vind ik ook niks. Minen! Um, Minecraft. Uh, heb je al dieren? Absoluut niet. We kunnen dieren vangen. Nou, als jij dan even wat zaadjes gaat pakken, wat uh, wortels, die hebben we nog niet, had, trouwens, dat is een beetje jammer. Maar in ieder geval, als jij, uh, als jij gewoon normale seeds en, en weed pakt, dan komt het helemaal goed. Ja, dan gaan wij op uh, dierenjacht. Ja, ik ga kijken dieren... of ik alvast een kan vinden. En, oh nee, wacht, we moeten ook hekjes hebben. Anders heeft het natuurlijk geen zin. Nee, uh... dat wordt lastig. Oh nee, Scumbag Timo is uitgelokt met al het hout. Jeez. Nee, Christ, motherfucker. Ja, dan, het eerst hout hakken, dus. Um, en wat misschien wel handig is, is eventjes een. Um... Oh, nee, laat maar, dat weet hij maar niet. <laughs> ik dacht een, 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 een vishengel met een, met een uh, carrot eraan. Want dan kan je. Dan dacht ik dat je dan varkens kon lokken, maar dat is alleen om op varkens te rijden. Als je het is dat fucking dope, trouwens. Vind je niet? Helemaal mee eens met alles wat jij net gezegd hebt. Dat had geen idee, hè? Nee. Ik vertrouw, ik, vind het, ik ben het helemaal mee eens met alles wat je net gezegd hebt. Daar houden we het op. Ah, oké. Okay. Ik, vind... heb, ik heb, ik heb ons hout, jongens. Dus we kunnen. We kunnen trapp, ik heb. Uh, maken. Of trappetje. Weet. Nee, hekkies. Hekkies. Waar ben je nou? Oh, daar. Daar kom Niet je eigenlijk, Ik sta voor je nee. neus. Voor mijn neus. Mooi. Ik ben toch gewoon hier zo? Kunnen geen mijnen zien of zo? Echt? Dan ben, ben je daar zo? Ja. Ik zei Mooi gewoon op de, de plakken waar ze dat ik gezegd heb dat ik zou zijn. Gaan we naar Eindhoven? <laughs> oh, Jesus Christ! Oké, okay, ik wil nog <laughs> een keer een smoor. Ik wil hem horen. Doe je het. Ik keek eens van smoor. Uh, ik ben Mark en vandaag zijn we in de spookmijn. Is kei leuk. <laughs> het is echt creepy, creepy. Ja. Echt gewoon. Jezus, tering. Ik weet ook niet hoe het kan, man. Ik bedoel, ik heb een Vlaamse docent voor Photoshop. En die schijnt ook al perfect na te kunnen doen. Dat is heel irritant als je dat soort shit kan doen. Ja, wie kun je nog meer nadoen? doen van de YouTubers? Oh shit, shit, shit. Het wordt donker. Rennen, dieren. Oh, als ze weg zijn. Oké, ondertussen denk ik even nou, Wie kan ik nadoen? Ik doe mee hoor. Ik zie niks. Hier, maar, het is hier een afgrond, hier gaan we niks vinden. Maar ik moet ook zeggen dat we stelselmatig alles uitgeroeid hebben wat hier op ons grond... Oh ja. uh, dat hebben jullie lekker gepland, hè Ja, maar dat, 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 die komen toch wat terug? Ja, ik hoop het wel. Oh, hey, dit is diep. Yeah. Hey, Stronghold. Oh, dat, oh ja, dat had je inderdaad. Ik, was even, ik haal alles om. Wat ben je nou? Ja, ik ben toch Gira aan het zoeken als, als, als een ja, ik, nou, ik ren uh, langs het strand. Te kijk, uh, met dieren. Shall... Hij rent langs het strand. Hij rent langs het ja, strand. strand. Ga je ook een kuil graven? Jawel! Dat <laughs> is mijn kuil! Ga ze op mijn kuil! ja, nee maar impressies, YouTube impressies. Graag, A ja, en B. Uh, Even kijken, nou. Uh, wie kan het zijn? Uh, nou, Ronald kon ik niet echt heel goed. Ik heb het als eens geprobeerd met Ronald. Weet je wat Dat is? Echt die... die die nummer 1 YouTubers, die zijn niet na te doen, omdat die iets kenmerkends hebben. Maar wat het oh, is, ben ik nog steeds... Oh, dus als jij nou als jij iemand na kan doen, dan zeg je eigenlijk... Eigenlijk zeg je Marcus, niet met zo een speciaal. B. Ja, nee, Marcus, niet speciaal. Mark met een B. Een B, oh, m nou, niet het nadelen over mij dan. Dat, dat, dat is geen goede zinsbouw, Colin. Maar het, ik bedoel meer... het, het, het hangt ook een beetje het... af van de persoon. Want bijvoorbeeld Milan, die kan heel ja. goed een Enzo Knol na doen. Ja, ah, oh, jongen. Zo echt. ziekelijk goed. Ja, maar het mooie is, als Milan alleen maar enthousiast gaat praten, begint hij al. Ja. Toch? Ja, dat is dat, wel waar. Ja. Dat is het leuke ervan. Maar dan zal ik, Milo... nou, ik je nog een keer wat zeggen. En dat is helemaal, helemaal niet, niet nadelig naar Enzo toe natuurlijk. Maar hé, hey, ik heb een dier gevonden. Ja, dat kan. Maar nee. Ik sla hem dood. Zo. Dat is helemaal niet nadelig naar Enzo van, oh mijn god, hij, hij, heeft, hij, is, hij is helemaal niet zo vrolijk altijd. Maar Enzo heeft natuurlijk ook zijn rustige kanten. Als, en als Enzo een keer niet een camera voor zijn face heeft en gewoon... Even Enzo kan zijn, dan ga je niet dan, zeggen dat je was... dan, dan, klinkt. dan klinkt, hij dus net als Milan. Jezus. Ja, yep. alleen Milan is natuurlijk uh, veel langer op YouTube en die weet dat het wat langer vol te houden is als je gewoon je eigen stem voor je YouTube ja, hebt. Ja, daarom. Want als je zo blijft, uh, blijft doordenderen als Enzo, dan ja, dan als ga dan... je toch een, moment een beetje. Wat? Nou, het lijkt mij zo vervelend als ik zeg maar altijd stuif voor en merkt realiteit hetzelfde, die natuurlijk ja. bekend staat om zijn typetjes. Het lijkt me zo mm -hmm. vervelend dat je altijd op de hoogte moet zijn of er een camera op je is of dat er fans misschien kijken of achter je lopen in de stad. Ja. Want anders is het misschien niet wat ze verwachten. En als ik iemand tegenkom, is het gewoon... Nah. En dan zeg ik... Ah. En dat kan gewoon. Ah. Want zo ben ik ook hier. En zoals ik nu praat tegen ja. jou, zo praat ik ook tegen hun. En dat kan. Exact. En... Ja, maar dat, dat vind ik denk ik ook wel echt de kracht van mensen als jij. Dat je gewoon. Uh, ...jij hoeft niets aan te nemen... ...want jezelf zijn is ook een kunst vaak. St toch? Stop it, you. <lacht> 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 nee, nee, maar... Uh, ...waar waren we eigenlijk? Oh ja, ik zie. hier Ja, je was met een impressie bezig... En ondertussen waren we dieren aan het zoeken... ...maar het is nacht, dus dat kunnen we vergeten. Laten we iets anders gaan doen ondertussen. Ja. Ik zeg nou. toch toch uh, wat gaan minen. Nou, vooruit. Ik heb geen uh, Pieck Dus ja, als het ik die kan lenen, graag. Ik heb er dus ook niet één. We gaan er eentje... Oh, ik heb er één. Ik wil zeggen, we gaan erin maken, maar het hoeft niet meer. Uh, zo. Hekjes hebben we dus ook niet meer nodig. Eh, uh... hey, uh, even over het algemeen. Ik uh, neem altijd als ik ga minen een waterbucket mee. Oh. Dat is dat de is een, tip die ik een, goed heb Goed plan. Want je kan zomaar ergens vanaf <laughs> willen en denk je, dat is te hoog. Dan wil je dan hakken. Nee, dan ga je gewoon met het water. Of je komt lava tegen, je plikt het er eroverheen. Deze kolen in, dames en heren. Deze kolen dit is Deze toch zo, zo, wat Dude, ik zeg, toch, ja. Ah, serieus. Nee, maar had je dan een pickaxe voor me? Ik heb een pickaxe. Ah. Ja, Eén. jij. Maar... Eén, één, ja. Je hebt geen pickaxe nou, gemaakt. Is... Nee. God damn it. Dus je gaat hier een beetje als een of andere, een of andere, uh, de Romeinse arbeider achter me aanlopen. Asperses plukken. <laughs> dat zie je zo vaak <laughs> doen, jongen. Ik zie, ik ja. <laughs> ik zie het gewoon nee. voor me. Gewoon jij die asperges plukt. Ja, jongen, ik zou me dood vervelen, echt waar. Nee, maar bij ons in Zwift de Band heb je ergens van die... Nou, het zijn geen aspergevelden, maar aardappelvelden. En dan zie je elke ochtend zo'n busje met Romeinen of Polen, weet ik veel wat. Die komt dan aangereden. En er komen echt veertig lui uit, zo'n klein busje. En dan gaan ze allemaal... Dan staan ze daar. Nou, echt lachen, jongen. Ja, ah, dat is een beetje leedvermaak, maar ik Kom, vind het wel waar grappig. Waar ben je heen gegaan? Ik zit te wachten. Ik ben een pickaxe aan het maken. Oh, toch? Dat ga je echt doen? Ja. Want ik neem niks meer van jou aan. Uh, nee, nee, niet op die manier. Uh, nou, dat moet je sowieso He niet doen. Je moet sowieso geen dingen vanavond aannemen. Helemaal niks. Weet je het heel zeker? Wil je daar nog op terugkomen? <laughs> nee, eigenlijk <laughs> niet. Nee. Okay. Nee, dat, uh, nee. Maar als het om eten gaat. Ik bedoel, die burgers ben ik drie weken ziek van geweest. Nee, maar ik heb uh, besloten dat, uh, dat we niet meer gaan, gaan hakken. Pff, godverdomme. Oké, okay, dan gaan we weer naar boven. <laughs> ik wil even iets, 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 iets aankaarten. Ja. En dat is het volgende: en dat is over um, een shout-out in een YouTube-video. Ja. Dit is een, uh, een onderwerp waar je vast over mee kan praten. Je um, weet natuurlijk, als, als je naar je favoriete YouTuber kijkt, uh, dat, dat sommige mensen die, die doen niet samen uh, Denk aan, uh, aan Timo en Ronald, denk aan uh, Colin en Enzo. Ik heb het even puur over Minecraft hier. Uh, Skyblock doe ik natuurlijk momenteel met, met uh, Timo en uh, Kevin. Mm -hmm. en, en de, de, de duo-partner, zeg maar, die krijgt afhankelijk van hoe groot het kanaal is waarop het geüpload wordt, natuurlijk abonnees, right? Ja. Nou, ja, ik, right. Heb, ik, heb, ik heb aan het eind van Team Survival, heb ik, uh, het, is, het eerste seizoen heb ik, uh, heb ik gevraagd, een paar keer in een tweet, dat is ook al bijna een jaar geleden, wat vond je de leukste aflevering tot nu toe? En jij zat daar heel vaak tussen. Je was niet de meest bekeken. Dat was voor mij die met Milan. Ik weet niet meer waarom, maar voor mij. Maar dat, wat, ja, maar dat lijkt mij logisch in ieder geval. Ja, maar jij was de top drie. En oh. wat ik dan zo apart vind, waarschijnlijk zullen mensen deze aflevering ook wel weer grappig vinden. Ja, sommigen vinden hem beledigend. Maar dan zeg ik aan het eind altijd van, van, ja, als je ook wil kijken wat Colin doet, dan moet je even op zijn kanaal kijken. Oude oh, de man op doet tijd. En dan krijg je, nou laten we er eerlijk over zijn, je krijgt waarschijnlijk 300 abonnees door deze video. Ja, zo, weet je, dat, is, dat het, het is Het is leuk, maar. Ja, je bent ze ook zo weer kwijt, laat ik het zo zeggen. Want het is. Het enige het, wat, uh, ik, wat ik ermee wil zeggen eigenlijk, is niet van. Jongens, jullie moeten met 5000 man abonneren. Het mag. Maar abonneer gewoon niet omdat ik het zeg, maar abonneer als je de, de video's van Colin ook echt leuk ja, lijkt. Anders moet je het gewoon ik niet. Dat belangrijk. Doen. Nee, maar dat vind ik ook belangrijk. Want ik wil helemaal geen kijkers die, die alleen hey, maar. Niet zo maar hey, praten, dat aan, het, aan het werk. Het veld op, hap, hap, deurtje dicht. Ja, praat maar verder nu. Nou, ik wil geen kijkers die, uh, die, die mijn video's alleen maar kijken omdat David te... ...ja, je moet eens dus even rond gaan kijken daar, zo. dat wil ik helemaal niet. Je moet kijken als je me leuk vindt. Nou, niet in die zin, dat zou heel gek zijn als iedereen me opeens leuk vindt. Maar gewoon als je leuke video's vindt, weet je. Als je van een, een dikke scheldende Duitser houdt, moet je gewoon kijken, weet je. En uh, ik, ik kan ook heel beledigend zijn, maar dat is gewoon omdat ik uitkom van mijn mening. En als, nou ja, als ik jou Daarin vang, dan lijken wij dan een beetje op elkaar, want I don't give a shit uh, wat ik in een video zeg. ook. Het boeit me niet Nee, zo maar veel. ik denk dat dat letterlijk in ons bloed zit. Ja, zou het? Want dat, zo is mijn vaders kant ook en zo is jouw kant dan ook. Ja, toch? dus dat is wel waar. ja. Daar heb je wel een... Daarom. Daar heb je wel een, een, een punkt. Een punkt, ja, klaar. Nou, ben je al bijna uh, klaar? Uh, hoe zit dit? Uh, bijna, ik plant het even terug, jongen man. Zo, en deze nog. Da, 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 da. Weet je dat ik Let It Go op mijn ukulele kan spelen? Ja, nou, dat, dat, ik zat al dus net te denken. Van, we hebben eigenlijk geen flikker uitgevoerd. Behalve dat we misschien zouden gaan hakken. Maar we hebben wel een paar <laughs> belangrijke dingen aangekaart vandaag. Exactly. Dus ik denk dat we, dat we moeten, moeten eindigen met... Um, gaan we even de, de tekst erbij doen. We de mijn parodie, wat doen we? Uh, ja, maar weet je wat het is? Door de Skype-lag... Like, is dat heel lastig zingen, omdat jij dan vaak vier maten voor mij zingt, of andersom. Ja. Dus ik ga denk ik zelf doen. Als je het goed vindt hoor, als je dit goed vindt, dan doe ik het niet. Ik weet niet of mensen dat goed vinden, maar ik, oké, dan ga jij mijn parodie doen, live. Exactly. Nou, dan ga ik hem eventjes, ik moet eventjes de tap erbij pakken hoor. Niet van, ja. Nee, ja. Ja. ja, Dus, eh, uh, tab. En dan hebben wij hem hier. Nou, jongeman, ik vind het helemaal, helemaal geschoten eigenlijk. Doe je ding! Oké, okay. komt ie, dames en heren. <coughs> ik doe uh, even mijn het Draai ik hem even om. Anders moet mijn kabel ervoor. En dat is vervelend. Oké, okay. komt ie. <coughs> dat is een duitse tering. Nee, Kijk, toch? De zon schijnt zacht op de lobby van nacht en geen speler is online. Het is al dat het virus nachts is lekker rustig, lekker fijn. Maar elke ochtend start het geen ontkomen aan. De hele de tent loopt vol, ja, dat is goed. ze gaan voor me. <laughs> laat ze erin, laat ze maar gaan. Wees een admin, wees trots op je bestaan. Geen benne uh, kom, ga slaan aan, je stap, ga aan de, de slag. Ja, ja, echt, echt. het maar. Bouw maar los, bouw maar raak. Het hangt gewoon af van smaak. Bouw maar veel, bouw maar vaak. Ik zing dit dus echt te vaak. Van wie is dat op die plot naast mij? Hoe maakt hij dat toch? Ik vraag me af: is dat niet van Google af? Ik heb het applausje waard, dames en heren! Yeah. Ik ben de edelste hier. Maar niet okay, uit. Yeah. Ik, uh, ik oh. vind het heel wat waard. Dames en heren, wil je ook knotsgekke humor hebben op een YouTube-kanaal? En again, niet abonneren omdat ik het zeg. Alleen als je denkt: van holy shit, ik ga die gewoon elke dag volgen. Dan kijk even op oude mannen tot je tijd. Ik wil jou heel erg bedanken voor het meedoen. Je mag ook weer like. dood, want je dood, wat je pet voor de rest. Ja. Dank je wel voor de spullen. Als en dood. ik zie jullie de volgende keer weer. Abonneer even je ook op DDG. Vergeet een like te doen. En laat even achter welke YouTuber jij in de volgende aflevering wil. Colleen? Ik spreek u later. Ik hoop dat we dat wiedersehen. En... Auf Wiedersehen.